mensen hebben soms geen goede postduiven. Dus ze maken soms de verkeerde koppelingen, waardoor de jongen niet beter worden. Er zijn mensen die maken nog steeds foutjes met voeding, medicatie, van alles. En wat ik dan zo mooi vind, dat op de site Dream Kitchens, dat daar aandacht aan wordt geschonken. Sowieso. Ten eerste natuurlijk ook de aanbod van goede postduif, maar ook het verhaal daarachter. Ja. Waarom en hoe kunnen we met z'n allen dat het beter gaat, minder jongen kwijtraken? Sowieso ook, want als je dan ziet, bij ons op de veiling staat Dream Pigeons, hè, hebben wij er ook voor gekozen. En wij willen jou nogmaals bedanken dat jij met ons mee in zee wilt gaan voor de keuringen. Ja. Hè. Dus de mensen die dus naar dit filmpje kijken en luisteren. Dus vanaf dit jaar gaat Gert-Jan voor ons de keuringverslagen maken van alle duiven die worden te koop aangeboden. Ja. Kunt u daarover een beetje meer vertellen, Gert-Jan? Ja, dan moet ik wel eerlijk zeggen, ik ben daarin wel een beetje streng. Dus ik maak geen onderscheid tussen wie ze verkoopt. Een duif is een duif. Ja, dat hoor ik. En als er duiven bij zijn die ik denk, die zou ik niet willen hebben, dan wil ik niet dat ze op de verkoopsite komen. Ja, wow. Want slecht voor de fokker is ook slecht voor de koper. Ja. En als je van tevoren zou kunnen inschatten, nou dit wordt eigenlijk niks, dan moet je het niet verkopen. Nee, nee. Dus ik pak elke duif beet, ik maak daar een soort keurverslagje van. Daar hangt dan een soort aan dat ik zeg, nou, wat voor een soort bouw heeft hij? Een Vitesse midvond, een allround duif, een vondduif. Hoe is hij van stuit, spieren, rug, pluim? Dus het geheel pakketje en dan komt er een eindcijfer uit. Ja. En de laagste cijfers, die ik dan zeg maar de vijfjes en de zesjes, die mogen niet verkocht nee, worden. Die komt er niet in. Nee, dat wordt terecht, wel, dat wordt wel genoeg gedaan, maar ik wil er niet aan mee. Nee, nee.